Goedenavond, kijkers en luisteraars, en welkom bij SBS Reports van donderdag 6 augustus 2015, het Binnenlands Nieuws. Op zondag 9 augustus is het precies 125 jaar geleden dat de eerste Javaanse immigranten uit Brits-Indië, thans Indonesië, voet aan wal zetten in Suriname. Deze dag zal dit jaar in Nikeri niet ongemerkt voorbij gaan zoals het vorig jaar wel het geval was. Intussen is er een nieuw bestuur bij de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie Nikeri onder leiding van Ermi Marto Sudarmo die belast is met de organisatie van de activiteiten dit jaar. Vorig jaar hadden wij niet veel kunnen doen of nauwelijks wat gedaan, maar dit jaar is het een big jari, dus dat gaan we goed maken. Daarbij gaan wij vanaf 8 augustus al beginnen met activiteiten waarbij het cultuur van de Javanen naar voren wordt gebracht. Straks gaat de ondervoorzitter dan verder gaan van betreft de activiteiten. Maar de point is, dit jaar, een big jari, dan gaan we het wat groot vieren. Met onze middelen en met onze nog de restjes van knowledge van het cultuur willen wij. De activiteiten in verband met de herdenking van 125 jaar Javaanse immigratie beginnen reeds op zaterdag 8 augustus met een pasar malam. Wagirin Matsaleh, ondervoorzitter van de VHJIN, weet hier alles van en vertelt hoe het programma er op die dag uit zal zien. De dag van de pasar malam, welke wij hebben gepland, beginnen we om 4 uur. Met alvast muziek en die tenten die dan vanaf die tijd dan al geopend zijn. 16:30 hebben we een ledek-dans op programma. En daarna volgt om 17:00 een Jaran Kepang optreden. Daarna hebben we wat andere culturele activiteiten, welke wij aan u nog niet gaan voorhouden, maar het laat het een verrassing zijn. U wordt dan uitgenodigd om dit alles mee te maken. We hebben eetenten, drankgelagen en daarnaast hebben we als attractie, als sluitstuk van de avond, een optreden van de muziekformatie, de Sweet Melodies. Dit alles wordt gehouden op het Volksplein. En voor wat betreft de 9e, dat is dan de dag zelf, hebben wij tegen 9:00 de kranslegging bij de verschillende monumenten van onder andere de Hindoestaanse immigratie, monument van 1 juli en andere. En dan is het zo dat we daarna een dankdienst hier gaan hebben, hier ter plaatse waar het monument van ons is. En dan zijn jullie uitgenodigd om dan ook die dankdienst bij te wonen. Oké, aanvullend op het programma van zondag 9 augustus, waar we ons als concentratie hebben gekozen, ons monument, hebben wij naast onze dankdienst natuurlijk, hebben we daarnaast ook de speeches, waarbij wij ook een paar belangrijke Surinamers van Javaanse komaf zullen huldigen. Dat zal dus hier gebeuren. En in de middaguren hebben wij dan een fietsenrace. Die zal dus aanvangen om 4:00. Het is rondom het Volksplein. En om 17:00 hebben we dan een snelloopwedstrijd. En om 18:00 hebben wij dan een show van motorfietsen. En die Sundappers is dat bekend in Nikeri. In elk geval van deze plaats uit wil ik natuurlijk elk Nikeriaan, ongeacht je geloof, je kleur, uitnodigen om dit evenement natuurlijk met ons samen te delen, zodat het tot een onvergetelijke wordt voor ons. Ja? Goedemiddag. De andere voorzitter heeft reeds al doorgegeven dat er tenten worden opgezet, namelijk verkooptenten. Dus die mensen die belangstelling hebben, ja. De mensen die willen verkopen die avond, die zaterdagavond 8 augustus, die kunnen zich registreren bij de een van onze leden en ook bij mijn persoon. En dat telefoonnummer van mij is 8714564. En de belangstellende
De mensen die zullen verkopen die dag, die gaan wel een bijdrage moeten geven om de kas van de organisatie. Na de ondervoorzitter Wagirin Matsale hoorden de bestuursleden Roy Katisa en Robertino Mangurejo, respectievelijk secretaris en penningmeester in het nieuwe VHJIN-bestuur. De NDP en haar coalitiepartners hebben de posities voor de nieuwe regering verdeeld, maar de bemensing ervan is nog niet rond. De BEP kreeg het ministerie van Regionale Ontwikkeling, RO, onder haar hoede, terwijl Doe Natuurlijke Hulpbronnen en H zal beheren. Waarnemers gingen ervan uit dat de NDP deze post niet uit handen zou geven. De PALU zal de schepter zwaaien op het ministerie van Onderwijs, terwijl de groep Sapoen de kandidaat mag leveren voor Binnenlandse Zaken. Het bedrijfsleven vult de post van Handel en Industrie in en de medici mogen zelf bepalen wie minister van Volksgezondheid wordt. De overige posten worden door de NDP ingevuld, waarbij wordt geprobeerd om de ministeries van Arbeid en Sociale Zaken te clusteren. De ware tijd verneemt uit verschillende bronnen dat Doe en PALU niet helemaal tevreden zijn met de toewijzing van de posten. Zo had de PALU het liefst het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maar op die stoel schijnt Suris Algu onwrikbaar te zitten. In elk geval wil de NDP die post zelf invullen. De PALU ging uiteindelijk voor Volksgezondheid, waardoor zelfs al een kandidaat werd geopperd. Ook dit ging niet door. Doe had liever onderwijs ingevuld, maar moest genoegen nemen met NH. De BEP is gelukkig met RO en Sapoen klaagt niet over BISA. Ondertussen draait de namencarousel over uren. Er is ook nog weinig bekend welke NDP'ers minister zullen worden. Het lijkt erop dat Algu en Steven Reliefeld van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer kunnen blijven. Weinig mensen binnen de NDP kunnen informatie geven. Eigenlijk weet alleen de president wie hij waar wilt invullen, zegt een informant bijna verontschuldigend. De Petro-Caribe-overeenkomst is gewoon een zakelijk akkoord. Suriname koopt via staatsolie brandstof van Venezuela en daar moet voor worden betaald. Uit die gelden is dan ook de eerste bezending van 1100 ton paddy naar Venezuela betaald. Om antwoord te krijgen op de vraag waarom het nog steeds niet wil vlotten om binnen de overeenkomst de overeengekomen 30.000 ton paddy te exporteren, is minister Suris Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij vorige week naar Caracas vertrokken. Hij benadrukt dat hij geen enkele andere overeenkomst binnen Petro-Caribe heeft gesloten. Ik treed slechts op als bemiddelaar. De rijstexporteurs hadden gevraagd om een extra markt en die hebben wij gevonden in Venezuela. Het ligt volgens de bewindsman nu geheel aan de molenaars om de rest van hun zaken in orde te maken. Minister Algu zegt dat hij altijd al voorstander is geweest om in plaats van paddy witte rijst te exporteren. Dat geeft niet alleen een betere prijs, maar heeft ook bijproducten. Een van de knelpunten is een bankgarantie. Landen die exporteren moeten volgens Venezolaanse wet altijd een bankgarantie overleggen. De landbouwminister heeft zijn collega van Buitenlandse Zaken al op de hoogte gesteld. Aan Starnieuws zegt minister Algu dat de bankgarantie al in de molen is. Caracas heeft nu aangegeven dat hij bereid is 19.250 ton witte rijst te kopen van de molenaars. Wij als ministerie willen helemaal geen bemoeienis. Het gaat om een zakelijk deal tussen koper en verkoper, benadrukt hij. Wat wel afgesproken is, is dat Venezuela zelf de inspecties doet, zelf de boot stuurt en zelf bepaalt met welke molenaars hij in zee wil gaan. Het ministerie heeft een lijst met de namen van alle molenaars afgegeven aan de instanties in Venezuela. Algu zegt dat de slechte financiële situatie van Venezuela geen obstakel is in deze overeenkomst, omdat de betaling plaatsvindt via staatsolie en zijn ministerie. Het gaat om gelden die staatsolie moet betalen voor geïmporteerde olie uit Venezuela. Er is dus sprake van verrekening. Over 3 weken vangt de nieuwe oogst aan, dus is er haast om deze deal rond te krijgen, zegt de bewindsman. Het ligt volgens hem nu helemaal aan de molenaars in Venezuela om invulling te geven aan de afspraken. LVV en BUSA hebben faciliterend opgetreden. Het gaat nu om contracten tussen particulieren in deze de molenaars in Venezuela.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil het aantal effectieve lesuren opvoeren. Zij acht het opvoeren van het aantal effectieve lesuren, CQ-contacturen, van eminent belang om te komen tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Volgens het ministerie is het de belangrijkste taak van scholen om goed onderwijs te geven. Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en scholen die tijd goed gebruiken. De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs. Het ministerie heeft echter geconstateerd dat er in Suriname relatief weinig effectieve schooluren zijn. In dit kader houdt het ministerie morgen een pre-congres met als thema extensie schooltijden van het basisonderwijs, LBO, VOJ en VOS. In dit pre-congres zullen de contouren van het feitelijke congres dat gepland is voor medio november 2015 aangegeven worden. In een bericht stelt het ministerie dat het cruciaal is dat alle actoren die de backbone vormen van het Surinaams onderwijs gekend worden en inspraak krijgen ter verkrijging van 100% draagvlak. Het pre-congres wordt gehouden in de conference room van het SPI en duurt van 8 tot 1 uur. Kijkers en luisteraars, dit waren de binnenlandse berichten.